We hadden op een gegeven moment het over Andrew Tate. En ja, over Andrew Tate hebben mensen heel veel... Missen iedereen wel een mening over Andrew Tate. Het is, ook een hele moeilijke thema om over te praten. Precies, maar het is een klein ding wat ik wel... Er zijn meerdere dingen, maar een klein ding wat ik wel echt aan hem bewonder... Is dat hij zei ook het volgende van... Dat hij vrouwen haat. Vrouwen, precies, dat is één. Eén. Een volgende. Wat hij zei was bijvoorbeeld dat... Hij gelooft natuurlijk in dingen. Iedereen gelooft in iets. Ja. Hij zei van... Ik geloof niet in dingen die me zwakker maken. Ja. En... Ik heb het ook met jou erover gehad en ik heb er ook zelf over nagedacht. En ik zei net ook bijvoorbeeld de vragen die je aan jezelf stelt en zo. Te zorgen voor dat je zwakker wordt of dat je sterker wordt. En wat ik heel erg, ik heb er een beetje over nagedacht. Bijvoorbeeld, we hebben Klaas Johannes op de podcast gehad. Mm-hmm. Als je eigenlijk nadenkt over hoe zo'n persoon denkt of over hoe jij nadenkt. Zorgt eigenlijk dat je gelooft in shit. Mm-hmm. En of het nou waar is of niet waar is, boeit niet. Maar het maakt je sterker. Juist. En dat is heel erg belangrijk. En dan denken we... Weet je wat het is? Toen ik als doel had Lamborghini en ik ging het visualiseren, ging ik ervoor werken. En stel dat ik die Lamborghini niet behaald had, had ik op zijn minst wel een C63 AMG behaald. Snap je? Want je bent bezig en je behaalt sowieso al iets wat je op het moment dat je eraan dacht, niet had. Ja. Dus al haal je die Lamborghini niet, je haalt misschien wel een net iets daaronder, weet je wel? Ja, shoot for the stars, land on the moon. Juist. Daarom zeggen mensen ook, van, eigenlijk had je gewoon voor die Bugatti moeten gaan. Want als je die Bugatti mist, dan heb je zeg maar vier Lambo's. Dat is wel grappig. Ik vind heel veel dingen die Andrew Tate zegt, zie ik mezelf in thuis. Behalve de vrouwhaat. Laten we dat voorop stellen. Maar ook daar is natuurlijk een discussie over. Weet je. Het wordt altijd direct gelabeld als haat. Het wordt ook uit context gehaald. Dat weet je, 10, 15 seconden wordt gehaald door een podcast van 2 uur. Dat is altijd moeilijk. Het is een hele enthousiaste man die soms gewoon net te veel zegt. Misschien heeft hij daar op verkeerde manier bepaalde dingen gezegd. Ik denk elk gezond mens, en hij is ook een gezond mens, is geen vrouwenhater. Snap je? Maar dat thema... Daar wil ik het niet eens over hebben. Hij heeft van de 100 dingen die hij heeft gezegd... Oké, 2-3 keer heeft hij iets verkeerds gezegd. Maar hij heeft echt wel 90 keer iets goeds gezegd. En 100%. Ik kijk altijd naar die goede dingen die mensen zeggen. Want ik kan daar wat van leren. Ja, en je kan echt wel wat leren van Andrew Tate. Want zijn mindset is gewoon top. Juist. Ja. Snap je? Maar dit is ondernemen, een hele wijze les die mensen niet willen leren. Ja, het is heel veel mensen... kijken ook niet verder dan een neus lang is. Ze zien twee fragmentjes waar hij iets verkeerd zegt. Dat wordt doorgestuurd naar iedereen. En dat is het beeld wat je schept over iemand. Maar doe even research. Check even alle andere duizenden filmpjes van hem. Check één podcast. Vorm een eigen mening. De meeste mensen die hebben een bepaalde uitgesproken mening of het nou positief of negatief is. Ja. Maar die hebben zeg maar gewoon 2 video's gezien op TikTok. Daarom heb ik ook een hekel maar aan geen, het nieuws. Maar geen fucking podcast. Precies. En nogmaals, het is fout dat hij... die 2 dingen dan zegt. En je hebt dan mensen... Ja, ik hoef die 90 andere dingen niet te zien als hij dit heeft gezegd. Ik snap jullie punt. Dat is het. Ja, ik snap jullie punt. Als jij, maar, ik vind het niet slim. Kom als je, op. Als je ja, een boek het is niet leest, slim geweest. Ja. Als jij een boek leest, hè. En je bent het niet eens over een bepaalde mening die de schrijver heeft geschreven in hoofdstuk 2. Toen dan kan je het boek weggooien. Maar als het gaat over iets wat jou fucking erg interesseert... Precies. Dan kun je ook gewoon zeggen, oké, ik ben het niet eens op dat stukje, maar ik ga wel kijken wat ik verder uit het boekje kan leren. Kijk, ik ben een complotgek, toch? Ik denk, hij was zo erg mensen uit die matrix aan het trekken en lessen aan het geven hoe je uit een bepaald systeem komt die ons wordt aangeleerd vanaf we klein zijn. Schoolsysteem ook vooral. Hij was mensen zo erg aan het motiveren om hetzelfde te gaan doen. En... hij was de politiek aan het exposen. Hij was de elites aan het exposen. Hij was heel die coronasituatie aan het exposen. Hij was alle hoge macht had die scheid aan, was hij aan het exposen. Ik denk dat hij gewoon een gevaar was voor de maatschappij. En dan gebruiken ze 2-3 fragmentjes, wat ze altijd doen, waar hij dus iets over vrouwen heeft gezegd, om hem kapot te maken. En alleen die fragmentjes komen op alle media op heel de wereld. Maar die 90 dingen waar hij iets goeds zegt, of mensen iets goeds leert, die zie je nergens meer. Snap je? En dat is hoe de media werkt. Als jij tegen het systeem ingaat, kijk maar Tupac, Michael Jackson en nog 10 andere... Kennedy. Kennedy. Ja.
Er was zelfs een arts die had een medicijn tegen kanker. Dr. Die is ineens dood. Sabi, juist. En dan die rapper, ben ik even de naam Nipsey kwijt. Nipsey Hussle wilde daar een docu van maken. Is ook ineens dood. Ook dood. Weet je? Gekke dingen. Het hele ding is een soort van... Kijk, ik zeg niet dat alles connected is, Hij heeft het zelf niet eens gepost, Tate. Snap je, dat is het rare al. Hij had zelf niet eens TikTok. Nee. Weet je wel? Maar ik denk, dat is dan mijn complottheorie... Dat ze hem gewoon willen bannen, omdat hij heel Hij was systeem... geblokt van alles, hè? Hij is het systeem aan het exposen. Hij was geblokt op Uber. Ja. Airbnb. Airbnb, ja, Uber. Hij is het systeem aan het exposen, snap je? Apple. En hij heeft gelijk ook nog eens. Het grootste probleem vind ik... Maar dat bevestigt alleen maar van wat hij zei natuurlijk. Ja, man. En het grootste probleem vind ik niet eens... Kijk, je kan het oneens zijn met Andrew Tate. Dat is prima. Maar wat ik een zwaktebod vind van... Nou ja, de toch wat meer linkse media... Mm-hmm. En vaak een bepaalde establishment. Een YouTube... Een TikTok, een Instagram. Zijn bedrijven met miljarden en miljarden dollars. Ja. En blijkbaar zijn die dus niet kundig genoeg... om gewoon tegeninformatie te geven. Waardoor ze kunnen zeggen... nee, Andrew Tate heeft geen gelijk. En op deze manier kunnen we hem in discrediet brengen. Dus het slaat nergens op. Nee, ze kiezen voor de makkelijke optie. Gewoon stroom eruit, overal. Gewoon natuurlijk, omdat al die pagina's zijn van de elite, snap je? Maar En hij heeft ook bewezen wat ze kunnen doen als jij niet volgens het systeem werkt. Zeker, dat. En dat vind ik vooral het kwaad. En dat vind ik eng. Ja, snap je? Maar nu doen ze het nog op deze manier. En we zeiden net, social media is jong. Dus nu hebben ze al bij een paar mensen, bijvoorbeeld bij Jordan Peterson, kon hij niet meer op Twitter, Donald Trump... Als een president, die kon niet meer op een social media platform zitten. Terwijl de leider van Al-Qaeda wel bijvoorbeeld erop kon zitten. Weet je, zulke gekke dingetjes. Maar wat je nu wel ziet is dus oké. Sorry, toen Trump er was er geen oorlog meer op aarde. Snap je? Dat weet ik niet, ik heb niet zoveel verstand. Toen Trump aan de leiding was er geen oorlog meer op aarde. Toen Biden kwam, begonnen weer alle oorlogen in het Midden-Oosten en zo, snap je? Ja, en ook hem hebben ze weer gezet als een racist. Ja, weet je. Ik denk wel. Lastig, man. Bijvoorbeeld nu met Facebook, Instagram en alles wat daar gebeurt. Ze hebben heel veel macht, hè? Ja. Maar ze geven ons ook heel veel macht. Want wij kunnen in één keer superveel volgers hebben. Als we dan iets zeggen, weten heel veel mensen het. Ja. Ze zijn een beetje... ze hebben een monster gecreëerd. Waardoor ze zelf heel erg machtig zijn geworden. Maar nu loopt het een beetje uit de hand. Want ze hebben bijvoorbeeld TikTok, wat daaruit is ontstaan. Ja, TikTok... volgt niet dezelfde regels als een Insta of een Facebook, omdat het weer een Chinees bedrijf was, is. Was hij geband op TikTok? Ja, hij is overal afgekomen. Hij is overal. Uiteindelijk wel, hè? Maar ja, TikTok... Ja, het kan je hem niet bannen. Ik bedoel, daar is hij nog steeds aanwezig. Nee, hij had niet eens een TikTok-account. Nee, precies. Hij is niet verwijderd. Nee, maar hij is 2 miljoen keer opgezocht met de views en... Dus mensen hebben hem gewoon 2 miljard keer. Hij is vaker opgezocht dan Trump en Kim Kardashian bij elkaar in één maand. Ja, zo. Fucking lijp. En was in die tijd, net voordat hij geband werd. Ja, precies. Ja. Hij was echt op zijn hoogte. Snap je, dat is gewoon voor het systeem een gevaar. Maar wat ik grappig vind. Ik denk, lijkt me, zeg maar, het kan zo zijn zelfs dat hij over een tijdje gewoon dood is. En uit een auto-ongeluk ineens. Daarom, je ziet het minder. Dus zijn broer treedt nu veel meer naar voren. Je ziet zijn broer meer. Meer podcast, meer dingen. Zou me niet verbazen als hij straks... Verdwijnt. Ja. En dat hij een hartaanval heeft gehad. Ja. Want hij levert heel slecht. Maar ook, wat ik het grappigst vind, hè, dat heel veel mensen nu... want je kan het oneens zijn met alles wat Andrew Tate zegt. Maar ik vind dat je dan nog steeds op moet komen voor het feit dat je zeg maar vrijheid van meningsuiting hebt op al die platformen. Want mensen kijken altijd te simpel. Maar het feit dat platform... Eigenlijk is het een beetje, er zijn een paar grote machten. Net als die vlieg die je deed, dat rondhangt. Jij bent die vlieg, hè? Je mag vervelend doen. En hij kan steeds vaker op mijn neus gaan zitten. Dat is fucking irritant. Ja, precies. Hè? Je laat het hem toe. Ja. Maar op een gegeven moment als jij denkt, hey, je gaat nu te ver. Dan gaat die vlieg dood. Ja. Zeg maar, je weet, ik heb altijd de controle. Ja. En dat is een beetje hoe ik al die grote platformen zie. Ze hebben gewoon altijd zoiets van, ga die volgers maar pakken. Doe je uitingen maar, bla, bla, bla. Maar als het te ver gaat, weet je ook, het is gelijk klaar. Ja. En het grappige vind ik, dat iedereen... Je gaat dus eigenlijk, je bent overgelegd aan de goedheid... van die bedrijven. Ja. Daar moet je altijd van uitgaan. Want als zij zich tegen ons keren, kunnen we er ook niks aan doen. Dan kunnen ze ons massaal manipuleren met berichtgeving. Dat hebben we al gezien met verkiezingen. Dat kan gewoon zwaar gemanipuleerd worden. Maar nu komt er zoiets als een central bank currency. Een soort van cryptocurrency. Mm-hmm. Waarbij iedereen's geld digitaal is in de bank. Of de overheid vervolgens kan controleren. Iedereen zegt, ja, maar dat is heel veilig. Want er is geen cashgeld meer. En de overheid heeft er toch het beste met je voor. Dat kan. Nee. Maar ik leef niet in een wereld waarin ik mensen genoeg vertrouw. Ja. Om te zeggen...
ik ga ervan uit, het goede van jou uit, dat ik jou maar alle controle geef. Klopt. En dat doen we op social media nu wel. En Tate is een heel goed voorbeeld van, oh jongens, is het niet een keer klaar? En moeten we niet een keer zeggen van, yo, ik ben niet eens met Andrew Tate, maar deze manier van mensen silencen kan gewoon niet. Ja. Kijk, ik denk dat het ook wel zijn strategie was om bekend te worden. Zeker. Om een beetje... hij wist al dat het ging gebeuren. Hardcore door naar binnen te vallen. Want als jij op een lieve manier bepaalde dingen gaat zeggen, ga je nooit zo bekend worden. Nee, dus ik denk dat het ook wel zijn strategie was. Ik ben benieuwd, man, wat er aankomt bij hem. Ja. Ik denk dat hij misschien gewoon op een gegeven moment verdwijnt. Gewoon zich terugtrekt, zijn geld pakt. Tenminste, dat kan een keuze zijn. Ja. Hij is nu wel op andere social media platformen weer bezig om dat op te bouwen. Rumble en zo. Maar wat ik denk inderdaad van... Het verschil tussen... Kijk, hij is wel een persoon die nu zijn broer heeft. Mm. En hij heeft natuurlijk ook een heel crew wat gewoon achter hem staat en hem beschermt. Ja. Hij zit ergens in Roemenië. Roemenië geldt ook andere regels. Hij heeft geld. Zwaar veel geld. Hij heeft connecties, ook heel erg belangrijk. Ja. Dus hij mag niet onderschat worden. Het is niet een toepak die op straat wordt neergeschoten, bijvoorbeeld. Als dat zo is, hè, dat weet ik niet, maar... Ja, als die überhaupt... Als Tupac überhaupt dood is. Is ook weer een moedje opzetten. Is ook weer een koppel. Maar we houden. Hij zit sowieso met Michael Jackson samen ergens. Ja, ik weet het niet.